De concurrenten van het leidend duo na de derde dag hebben het successievelijk allemaal een beetje laten afweten. Zodat de uiteindelijke beslissing in het toernooi moet gaan vallen in de onderlinge tweestrijd tussen Sven Struver en Russell Kleden. Op dit moment met de Duitser één slag in het voordeel. Het leidend duo met Kleden. Het begin van de 12e hol. Een lange hol die Kleden weer de nodige problemen zal opleveren. Het begin van de 444 meter leidt niet tot een vrolijke blik. Misschien inspiratie voor Struver. De een zijn dood enzovoort. Het ziet er in ieder geval een stuk vrolijker uit. En met de regelmaat van de klok komen er natuurlijk mensen thuis, althans richting clubhuis. Hier is Torrens in aantocht. Wat links van de fairway slaat hij. Nice shot. Maar het is een fantastische tweede klap op de 18e hole van Sam Torrens. Kleden met het vervolg. Op de 12e. Maar waar is de bal geëindigd? Zoek wel o zoek. Struver. In ieder geval op de green. Bal teruggeslagen op de fairway door Kleden. Achter op de green. Sam Torrens voor eagle, voor twee slagen winst dus op de 18e na die fantastische klap op de green. En dan gebeurt dit. En wordt het maar een birdie voor de Schot. Die rondgaat. In 68 slagen en 9 onder voor het toernooi. Hij heeft wel weer de nodige Ryder Cup puntjes verzameld, niettemin. Struver heeft de mogelijkheid om zijn leiderschap te onderstrepen. En hij doet dat met deze fantastische lange put. Dat betekent een eagle, 2 slagen winst. En meteen een voorsprong van 3 slagen op zijn naaste achtervolger, Kleden. Is dit de voorentscheidung? Gordon Brand Jr. op de laatste. Na een ronde die voorlopig 3 onder is voor de dag. Daarmee staat hij 10 onder voor het toernooi. En hij kan die score nog iets oppoetsen. Oud-winnaar van de Dutch Open. Maar hij eindigt op 10 onder zoals hij ook aan deze hole begon. Kleden voor birdie. En ja, op de 15e hole met deze put komt hij toch weer een slag dichterbij. En vergroot hij en verhoogt hij de druk op Struver met nog 3 holes te spelen. 2 slagen verschil in die tweestrijd. Chapman is er bijna. En nu helemaal. Voorlaatste hol, 2 slagen verschil. Kleden begint. De strijd tussen Struver uit Bremen en Kleden uit Cambridge.
Struver, die om commerciële redenen van merk Stokken wisselde. Vervolgens geen bal meer de goede kant op sloeg. Vervolgens zijn oude merkclubs weer terugvond en daarna weer verbeterde. De laatste slag van Chapman. Voor een birdie op de 18e en een ronde van 67 die hem uiteindelijk naar 13 onder een gedeelde tweede plaats, nee, een gedeelde derde plaats in het toernooi brengt. Terwijl Struver al toe is aan zijn tweede slag. En die tweede slag is een geruststellende op de green. Taking a penalty drop, okay? Tegen Struver meldt Kleden dat hij de bal dropt voor een strafslag. Hij kon er niet bij waar hij lag. Even uit zijn lijn weg, hoor. Even uit zijn lijn weg. Een hol verder op de 18e vergaat het Westner al nauwelijks beter. Hij moet de bal van onder de bomen op de fairway terugslaan. Dit is het beeld van achter de vlag, de 17e green. En dit is het beeld van achter Kleden die de bal daarop moet slaan. Jullie. Maar het lijkt op deze 17e hole definitief beslecht en beslist. Want het verschil van twee zal alleen maar groter worden. Struver heeft de brand in een sigaret gestoken om de zenuwen waarschijnlijk wat tot rust te brengen. Kleden. Een goede slag. Dat wel. Struver voor birdie. En Kleden met zijn vierde slag, maar met daarbij geteld die strafslag die hij genomen heeft. Verliest hier één slag. En met drie slagen voorsprong kan er voor Struver op de laatste hole nauwelijks meer iets misgaan. Twee successen kende deze Duitser in het jaar 1996, zo zei hij zelf. Zijn toernooiwinst in het Zuid-Afrikaans PGA-kampioenschap. En het tweede succes was zijn huwelijk met Stefanie, zijn vriendin. En nu ligt hij klaar om de winst in het Sun Open binnen te slepen. Zijn eerste toernooiwinst sindsdien. Want Russell Kleden kan doen wat hij wil. En hij levert een goede derde slag af. Maar het zal hem niet meer baten. De finish van Kleden. 15 onder voor het toernooi. De man die geabonneerd is op tweede plaatsen en dat abonnement hier verlengt. En Struver om het toernooi in stijl te beëindigen met een birdie. Met een 4. 18 onder en winst voor de 29-jarige man uit Bremen, Sven Struver in het Sun Open.